In de vorige aflevering wilde ik verder met Luigi's Mansion, maar opeens werden alle wieken gestolen van de poort waar we doorheen moesten gaan. Die hebben we uiteindelijk allemaal teruggevonden. En nu is het tijd voor de begrafenis Mars. Als je dit wil zien, doe een duimpje omhoog. Niet vergeten, iedereen vergeet dat tegenwoordig. Kom op. En abonneer als je van Nintendo houdt. Heb je de wieken bij je? Ja, die hadden we in de vorige aflevering gevonden. Neem deze sleutel mee, bevestig de wieken weer aan de poort. Moet ik nou alles zelf doen? Hè? Zodra de poort open is, ga je de holle boom in en zoek je een weg naar boven. Wat doe jij nou, Ben? Waar heb jij opeens last van, maat? Hoe moet ik jou pakken dan? Zo? Nee, ik wil gewoon even rustig daardoor heen. Eigenlijk. Waarom zit hier een spinnenweb in de boom? Hallo? Oh, gouden spinnen. Pak ze, pak ze. Oké, ik heb er in ieder geval één. Oh, wacht even. Ik moet denk ik water. Zo. Zo. En dan hier water geven. Zo. En jij krijgt water. En nog meer die water willen? Jij krijgt geen water van mij. Jij doet boos. Ga weg. Zo. Deze krijgt wel water. Oké, dat was het. Cool, 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 cool. Wegrennen. Deze gaat ook open. Oh, wacht even. Kijk, ik heb dit nodig. Ik heb dit nodig. En dat kan ik dan aan hem geven. Is het lekker? Lekker, hè? Nom, 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 nom. Genieten. Oké. Maar we waren toch al door deze poort gegaan. Is hier nu weer iets gebeurd? Meerdere spoken bewaken de gate. Die zeggen, ja, de wieken die zijn weer gestolen. Ja, nu zijn we boos. Ja, pot. Nee, je gaat niet. Nee. Nee. Maat. Laat het nou eens een keer met rust. Ik heb al zoveel moeite moeten doen. De groene spook die gaat er vandoor. Hallo rode spook. Laat dat ding met rust. Zeg ik tegen jou. Hier komen nou. Hier komen nou met je hoofd. Hutsuki idee. Je bent van mij. En jij bent ook van mij. Met je mooie bloempotje op je hoofd. Zo. Hoppakee. Oh, ik krijg gewoon een klap in mijn rug. Dat is niet de bedoeling. Daar hou ik niet van. Hier, stop. Ja, en nu pakken jullie allebei. Toppie. Nu is het klaar, hè. Nu is het klaar. Nu is het klaar. Afgelopen ermee. Hier komen nou. Top. Hey, en wat doe jij daar? Wat kom jij opeens doen? Ik dacht dat jij weg was gevlogen. Hè? Oh, jij was niet weggevlogen? Oké. Okay. Anyway. We kunnen eindelijk de wieken weer hier aanzetten. Luigi, de klusjes, man. Je hebt wel de andere wieken nu weer achter je gelaten, hè? Die heb je daar laten liggen. Ja, ik weet niet of je dit hier allemaal zo neer moet leggen. Goed zo. Ja, heel goed. Want anders dan worden ze straks weer gestolen. En dat is precies niet de bedoeling. Oh, dit is wel echt een klusjesman, hè, de Luigi. Hij kent dat wel. Hij weet hoe dat werkt. En nou niet laten stelen. Nou gewoon lekker blazen en die poort openmaken. Wat ziek idee. En dan kunnen we de boom in. Nee, tenminste. Ja, kijk, kloppen is genoeg. Holy moly, wat is dit? Wat is dit voor hoge toren? Kijk, ik ben heel benieuwd wat hier allemaal gaat gebeuren en wat we moeten doen. Ik moet dat spinnenweb, denk ik, wegbranden. Dat kan. Met die bol die bovenin hing, zag ik. Oké. Deze kan weg. Kunnen we aantrekken? Ik denk dat misschien wel moet. Ik weet niet waar het voor dient. Maar misschien dat het anders een probleem gaat opleveren. Zo. Oké, nou, zag ik net dus. Ja, ik zag je toch wat hangen net. Of ben ik nou gek? Ben ik nou crazy? Oh, wacht. Kunnen we dit zo pakken? Ja, zo. En dan gaat hier dit weg. Dit spinnenwebpie. Cool. Oké, we hebben de geheime gang gevonden. Maar ik dacht dat we beneden ook wat konden doen. Nou, laat maar even zitten. Ik ga hier doorheen. Tenminste, dat was het plan. Het plan ging even niet door. Jamie, nee, waar kwam die deur opeens vandaan? Dat was de enige weg naar de boomtop. Ik zoek even iets op. Ik heb iets in de archieven van de Woekertorens gevonden. Er is een speciale sleutel om die deur te openen, maar hij ligt in het mausoleum. Ik hoop dat je niet bang bent voor begraafplaatsen. Nou ja, ik ben niet per se bang voor begraafplaatsen, maar om nou te zeggen dat het mijn favoriete plek is om te chillen, dat zou ik nou ook weer niet zeggen. Oké, wat ga je doen, Luigi? Ja, kijk, deze heb je wel een soort van nodig, denk ik. Ga je het doen? Ga je het doen? Oh my gosh, wat een baas. Hij gaat gewoon bungee jumpen. Lekker gedaan, jongen. En nu? Wat een topper, hè, die Luigi. Kijk, dan kunnen we gewoon zo'n bolletje pakken. Hier bij het vuur houden. En dan tegen de spinnenweb. Dan kunnen we gewoon hier doorheen. Easy peasy, let's go. Toch? Of kunnen we hier doorheen? Even tikken en dan... Ja, oké, dan mogen we hier naartoe. Oké, we zijn nu echt officieel under the ground. Under the tree. Under the boom. En we moeten hier naartoe. Even aan de bel trekken. Spinnetje komt gedag zeggen. Oké. En dit kan weg. Dit kan er vanaf. Zo. Gaan we hier even aan de bel trekken? Hallo? Mag ik misschien naar binnen? Kijk, kunnen we hier inklimmen? Luigi die gaat ook echt overal naartoe. Hij heeft echt volledig scheid. En dan komen we aan op de oude begraafplaats met allemaal kraaien. Oké. Pas op voor die kraaien. Hey, ik heb een diamant gevonden. Lekker. Zo. Oké, en door. Dit is niet een hele gezellige plek om te chillen, lieve mensen. Kijk, al die grafstenen en zo. Ik ben niet per se fan. Ik ben ook wel even onkruid aan het wieden. Ik denk dat we dit misschien moeten doen. En dat er dan iets gebeurt met één van deze grafzerken. Als ik al deze onkruidjes weghaal, gebeurt er dan? Ik bedoel, dan zijn we wel de graven goed aan het verzorgen. Ik vind dat wel een pluspunt. Ik vind dat wel heel netjes van mij eigenlijk dat ik dit doe. Maar heeft geen zin. Heeft geen toegevoegde waarde. En hier?
Oh, hier is er nog eens. Dan moet deze nog weg. Ik zie dat één kaars uit is. Ja, nu zijn alle kaarsen uit. Lekker! Gouden spooky! Topper! Dit is altijd lekker. Het is altijd goed om geld te verdienen. Oh, en nu hebben we dit gebied ook opgelost of zo. Hier is vuur. Als ik vuur nodig heb, moet ik daar naartoe. Maar ik denk dat we geen vuur nodig hebben per se. Ik moet deze kant op. Oh, en het vuur gaat ook echt uit. En daar gaat het vuur aan. Oh, dit is echt onheilspellend, jongens. De begrafenismars. Zo heet dit level. Dat klinkt echt niet vrolijk. Kom op. Nog harder trekken. Lekker. En we trekken heel die muur uit elkaar met deze klim op. Top. Oh, is daar dood? Dood? Dood, je bent toch niet dood? Dood. What up? Kom uit het schilderij. Was je hier gevangen, joh? Hoe lang was jij hier gevangen? Eindelijk vrijheid. Hé, Luigi, wat doe jij hier? Yay. Nou, Toad is natuurlijk super blij. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen als je zo lang opgesloten zat in zijn schilderij. Kom je me helpen, Toad? Oké, joi. Ja, Quibus, wat heb jij nou weer te melden over Toad? Geen spoor van de speciale sleutel. Die spoken beginnen om mijn zenuwen te... Wat is dat? Een van mijn assistenten, Toad. Hoe is hij hier in dat schilderij terechtgekomen? Ik had hem gestuurd om op de torens te passen. Maar vandaar dat het zo'n puinhoop is. We moeten hem terug te zien te halen naar de bunker. Hij weet misschien waar we de speciale sleutel kunnen vinden. Maar ik kan jullie niet allebei pixelporteren. Ik heb het. Breng hem naar het tuinlaboratorium. Dat vind je op een pixel teleportatiescherm. Oké, ja, daar ben ik dus al een keer geweest, hè? Even kijken, waar is dat dan? Bro, ik weet niet waar. Oh, het is vrij dichtbij zo te zien. Wat zit hierin? Er zit... Oh, dit is weer een bot. Kom weer aan bot, jongens. Oh, jongen. Rustig aan, man. Met meer fluizen. Hier, die Toad als een gek achter me aanlopen, joh. Hallo, Toad. Wat is er? Dus kalm. Toad. Dus kalm. Zo, ben je kalm? Goed zo. Gekke man, die rent overal naartoe, joh. Oké, dus waar moest ik nou naartoe? Deze kant. Oh, nee, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit voor een gek Spooky? En nog zo'n gek Spooky. En Toad is weer volledig in paniek. Oh, arme Toad. En nog zo, wat is er allemaal nieuwe Spookies? Oh, deze hebben het naar hun zin. Deze hebben het grandioos naar hun zin. Kijk, deze, ja, die krijgt zelfs een luchtkusje. Wordt om mijn schouder getikt. En hallo. Ja, oké, ik ga jullie wel even vangen als je het niet erg vindt. Want jullie... Jagen Toad de stuipen op het lijf. Wat gebeurt er? Moet ik jullie... Wat moet ik doen? Zal ik mijn lichtstraal opladen? En dan... Nee, maar dan word ik geslagen. Hoe werkt dit? Nou, toch nog maar een keer proberen, denk ik. Dan gaan we beginnen met die kleine. Nee! Ik weet niet hoe dit moet, joh. Oh, wacht. Kijk, ik moet het timen. Op een gegeven moment houdt iemand zijn dingetje niet voor hun gezicht. Ja, oké. Ik ga wel even hartje pakken. Die heb ik nodig. Op een gegeven moment doen ze hun dingetje weg. Dat is het. Ja, zie je? Kijk, dan kan ik nu deze pakken. En dan hoop ik maar dat ik niet geraakt word. Oké, ik word nu bijna wel geraakt. Even weg. Misschien toch handiger om eerst voor een kleintje te gaan. Alhoewel die grote je wel hard probeert te slaan, denk ik. Dus even kijken. Ja, nu die kleine. Oh, nu worden we geklapt. Daar moet je dan een beetje geluk mee hebben. Dat ze ook nog naar de juiste kant gaan. En dat toch maar voor die grote gaan. Ja, kijk. Die kunnen we wat makkelijker pakken, denk ik. En weg. Nee, ik word gewoon... Nee, man. Ik word keihard gesloopt door deze spookies. Wat een irritantjes. Ik ga dood, maar gelukkig heb ik een hondenbot. Kom op. Kom op, pak hem. Ja, nice. Nice. Deze is van mij. Deze is nu van mij. Kom op. Oh, dit is bijna van mij. Oh, zie je? Hondenbot. Heb ik nodig. Kom me helpen. Voor het eerst in mijn leven. Deze is wel echt lastig. Dankjewel, Polterpup. Daar zijn we weer. Okay, deze hebben we nu. Nu hebben we deze van 100. Ik word nu denk ik geslagen. Nee, oké, valt mee. Nu wel. Nu wel. Wegrennen. Die gele, die is bijna kapot. Dan moet ik die toch pakken, die kleine. Die is echt bijna kapot. Kom op, gele. Kom op. Come on. Ja. Oh nee, dat was de verkeerde. Ja, nu hebben we de gele te pakken. En gevangen. Top. Dat is nummer 1. En een hartje erbij. Cool. Oké, er zijn er nog 2 over. Let's go. Let's go. Kijk uit. Niet. Ja, goed zo. Hij mist me. Cool. Of het is zij, denk ik. Ik ga nog niet proberen te vangen. Oké, ik had misschien wel moeten proberen te vangen. Ja, hij wil weer. Deze. Let's go. Let's go. Bijna. Onder de 20. En yes. Nice. Alleen de grote mevrouw nog. Hallo. Kom maar hier. Kom maar in mijn vacuumzuiger. Let's go. Pakker. Yes. 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 Jeetje. Deze gaven me wel even een moeilijke opgave. Toad, doe maar rustig. Het is voorbij. Wel heb je... Oh, dat waren de geesten van de drie zussen. Dat zijn echte paranormale beroemdheden. De paroscoop raakt even de klut kwijt, maar nu is alles weer in orde. Normaal gesproken zijn de zussen zo aardig, maar nu waren ze ronduit onbeleefd. Merkwaardig. Gelukkig heb je ze weten te vangen.
Ja, ik heb ook geen idee waarom ze zo deden. Toad, kom je even hier? Kom je even hier? Zo, rustig maar weer, hè? Kom je mee? Weet niet goed waar naartoe, hoor. Moet ik hier naartoe? Ja, we moeten naar de kelder. Blijkbaar is dit wel een plek waar we eventueel naar beneden zouden kunnen. Toad. Toad, kom eens hier. Waar ben je? Kom eens. Ik neem je wel mee. La 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 la. Kom maar. Dan gaan we lekker gezellig naar beneden. Wat een gezellige omgeving, hè. Oké, let's go. Oké, let's go. Nou, deze kant op. De boer, die hadden we al te pakken hier. Ja. En dan is hier die machine. Hallo? Oh, je kan niet door het water heen. Nou, dan gaan we maar weer zo. I will walk on water, just to be with you. Walk on water. Ben je nou blij? Hier, je mag hier doorheen. Kijk, dit is wat wij nodig hebben. Dit systeempie. En Toad weet al wat er gaat gebeuren. Die denkt, doei, ik wil wel gepixeleerd worden. Mazzel. Goed gedaan, jongen. Die begraafplaats viel best mee, toch? Je knap werk. Je hebt de drie zussen gevangen en mijn assistent Toad gered. Hij is net aangekomen. En nu jij nog. Ga ik erachteraan dan? Ik ga erachteraan. Hé, maar waar is Toad nou dan? Kawibus zegt, knap werk. Al hoopte ik wel dat we een speciale sleutel zouden vinden. Maar je bent niet met lege handen teruggekomen. Nee, ik heb allemaal spoken. Maar je hebt het helemaal niet ineens over Toad. Vind je Toad niet belangrijk of zo? Ik heb Toad gered. En dan ga jij je focussen op juwelen en spoken die we gevangen hebben. Dat is allemaal leuk. Maar kom op. Ik heb je Mattie teruggebracht. Wat, waarom kijk je me zo aan? Vraagt Kawibus. Ja, door die Toad. Hij zegt nu, ik heb medelijden met die Toad. Zo lang gevangen zitten in dat schilderij is vast geen pretje. Zo te zien herinnert hij zich niet wat er gebeurd is. Hij heeft dan wel een heel groot hoofd, maar er zit niet veel in. Grove grap. Onder de gordel. We hebben in ieder geval niet voor niets gered. Hij had een kiekje bij zich van mijn speciale paranormale beveiligingscamera. Geef hem een momentje om de afbeelding te decoderen. Oh, ja. En dan gaan we kijken waar we naartoe moeten. We moeten naar een zwemfeestje in de volgende aflevering. Dus als je dat wel zin doet, duimpje omhoog. En abonneer, want dan ben je er sowieso bij. Mazzel!